Bram van Leeuwen. Hola amigos. Sit back and relax. Ik ben jullie mini-vakantie van de dag. Neemt u een moment, geniet u er even van. Mijn naam is Bram van Leeuwen. Achter mij ziet u Wally. Wally was voor 2,5 jaar mijn huis, mijn kantoor, mijn keuken, mijn alles. Samen met mij, met Wally en mijn vriendin heb ik door Amerika gereisd. Door Amerika, Canada, Mexico, Belize. Onderweg allerlei digitale zorginitiatieven hebben we bezocht. En we hebben een fantastische reis gemaakt. En op samen leefden wij op deze paar vierkante meter. En we hebben Amerika ontdekt. En een paar maanden geleden zat ik zo voor mijn busje. In Alaska is dit, deze foto gemaakt. En daar ontving ik een mailtje van Remco. En Remco zei, Bram, we hebben een fantastisch congres. Leuk dat je terugkomt naar Nederland. Doe even een goed zorginhoudelijk verhaal. En dan, dan blaas ons maar weg. En als ze in slaap vallen, laat je gewoon een foto van je reis zien, zei hij. Nou ja, ik luister nooit. Dus ik dacht, weet je wat, we draaien het om. Ik laat gewoon allemaal foto's van mijn reis zien. Dan hebben we even een mini-vakantie van vandaag. Er zijn al genoeg serieuze sprekers. En we nemen het er gewoon even van. Dus dit is uw mini-vakantie. Geniet en relax. Dit is dus ons busje. Ik zal vandaag gedurende de presentatie voor die azijnpissers die punten willen halen, zal ik enkele serieuze dingen proberen te vertellen. Dus u kunt op dat moment, zou u dat kunnen herkennen, die momenten van de serieuzigheid, waar u eventueel een verdieping in zou kunnen zien, kunt u herkennen aan drie dingen. Ten eerste, ik zal de zin uitspreken, net als in de zorg. Nou, voor de mensen die dan inmiddels al niet meer luisteren en alleen nog maar kijken, wat ik me heel goed kan voorstellen met die foto's achter me, dan geef ik er ook een dikke knipoog bij. Dat is dus hint 2. En hint 3 is, u zult een golf van verbazing door de zaal horen gaan voordat ik überhaupt mijn zin heb uitgesproken. Nou, dus dat gaan we even oefenen. Net als in de zorg. Kijk, nou, hou dat gevoel vast. Sit back and relax. Ik lig er ook lekker bij. We zitten, dit is gemaakt in Baja California. Fantastische plek in Mexico. Raad ik u van harte aan om daar nog een keer naartoe te gaan. Ik heb hier een maand gekampeerd. Maakt allemaal niet uit. We gaan beginnen. We gaan op reis. Dit is dus Wally, een busje uit 1987. Een oud Volkswagen busje. 3 vierkante meter ongeveer aan oppervlakte om op te leven. En Wally hebben we op de boot gedaan van Nederland naar New York. Nou, hartstikke leuk. Er was mij verteld dat dat hartstikke ingewikkeld zou zijn. Het zou heel veel geld kosten en het was allemaal hartstikke complex. En net als in de zorg viel het eigenlijk allemaal wel mee. Een paar handtekeningetjes zetten, dingetje op de boot, track and trace code, in Amerika aangekomen, kon ik de haven inlopen met mijn track and trace code. En ik had mijn busje weer terug. Kortom, we konden de weg op. Hit the road. 37 staten hebben we bezocht in Amerika. 160.000 kilometer hebben we in totaal gereden. Genoten van de fantastische natuur die er al te zien was. En natuurlijk, we trokken geleidelijk aan van de oostkust, van het mooie, moderne New York, trokken we het centrum in van Amerika via Route 66. En dat is een fantastische ontdekking om te zien hoe die techniek geleidelijk aan ook verandert in de wereld om ons heen. Want ik reed daar met mijn Nederlandse busje, met Nederlands kenteken, erg leuke gewaarwording. En dan kom je dus rond. Nou, wat mij heeft gered, wat mijn relatie heeft gered eigenlijk, was het feit dat ik dus een tomtom had. Anders heb je gewoon direct ruzie met je vriendin. Maar het zorgde ook voor die digitale mogelijkheden dat wij mensen konden ontmoeten. Like-minded mensen kwamen wij onderweg tegen. Via allerlei handige applicaties, Facebook-groepen, konden wij medereizigers ontmoeten. Nou, bedenk dat maar eens even, hoe je dat ook in de zorg kan toepassen. Maar dit is het moment wat mij echt inspireerde. Ik zat hier in Arizona en ik won de bingo. Eindelijk, ik won de bingo. En wat krijg je dan in Amerika? Dan krijg je een cheque. Een cheque. Gewoon zo'n papieren strookje. Daar zit je als Nederlander in Amerika met een cheque waar je helemaal niks mee kan. Waar je helemaal geen moe mee hebt. Dus ik bel de Rabobank op en de Knabbank. En hoe kan ik een cheque innen? Nou, dat kan dus gewoon niet. Nou, ik in gesprek met die mensen daar.
blijkt dat het dus ook inderdaad gewoon niet kan. Maar wat ik inspirerend vond, is waarom hebben ze daar nog een check? Ik ging met Amerikanen in gesprek en toen vertelden zij mij van Bram, hartstikke leuk, maar wij vinden het soms gewoon lastig om dat een beetje los te laten. Het deed mij een beetje denken aan de oude papieren dossiers die wij nog wel eens in ziekenhuizen tegenkomen. Dus durf los te laten, net als in de zorg. Sorry, die was ik vergeten. We gaan snel door. Onderweg, hartstikke mooie foto's natuurlijk. Fantastisch. Maar ja, je krijgt ook wel eens wat te maken met wat pech. Je ligt nog wel eens in meer dan 30 graden een paar uur onder je auto te klussen. En je moet het onderhoud bijhouden. En iedere dag vraag je weer af, waar kan ik veilig slapen? Waar kan ik mijn boodschapjes doen? En hoe zorg ik ervoor dat het busje blijft rijden? Dus dat is best wel pittig. En net als in de zorg, zul je op sommige momenten van innovatie of als je zo'n project aan het doen bent, zul je even het zwaar hebben en zul je het moeilijk hebben. En dan moet je je focus behouden. Dus kijk naar het grotere plaatje en we gaan gewoon weer door. En als je op die momenten diep gaat, dan kan je heel ver komen. Deze foto's zijn gemaakt in Seward, Alaska. En daar organiseren ze ieder jaar een hele bijzondere wedstrijd. Daar rennen ze namelijk deze berg op, 906 meter hoog, een parcours van 5 kilometer, ongelooflijk zwaar. Die rennen ze omhoog en rennen ze weer omlaag in 41 minuten. Er ligt sneeuw bovenop, dit is dus waar je omhoog rent. De rotsen vliegen om je heen. De spieren raken soms letterlijk afgescheurd. We hebben het gezien daar. En het is ongelooflijk wat deze mensen daar presteren. Sommige mensen doen het zelfs zo. En het is bizar om te zien wat zij doen. Het is echt ongelooflijk knap. Maar wat het mij ook bewijste, is dus hoe je, net als in de zorg, met intrinsieke motivatie fantastische dingen kan bereiken. En dat je echt bergen kan verzetten. Dus intrinsieke motivatie kan bergen verzetten. Nou, als ik straks bij de borrel sta, dan zult u allemaal naar mij toe komen. Bram, wat was nou het mooiste wat je hebt gezien onderweg? Dat is de eerste vraag die je namelijk continu krijgt. En mijn antwoord is dan toch eigenlijk, het gaat niet om de plek. Het gaat om de mensen die je ontmoet. De vele ontmoetingen die wij hebben gehad met allerlei soorten mensen. Deze man was 85 jaar, dakloos, ongelooflijk fit. En die woonde midden in de woestijn in Amerika. En het was bizar om met hem naar de sterren te kijken. Fantastische nacht. Maar 2 dagen later zat ik letterlijk bij deze multimiljonair op zijn boot, op zijn privémeer, in zijn mansion. En het is bizar om die verschillen te zien en om al die outlooks op het leven zeg maar, te horen van al die verschillende mensen. En in die end draait het net als in de zorg om de mensen die je ontmoet. Om de dingen die je samen daarmee meemaakt. En dan kan je fantastische momenten beleven. Dus heb aandacht voor die mens als je bezig bent met digitale zorginnovatie. Wordt vaak vergeten, blijf dat absoluut doen. Tot slot, Amerikanen staan erom bekend om nogal extreem te zijn. En nogal extreem trots. En dat kunnen we hier denk ik wel ongeveer zien. En dat mag. En wij vinden dat ook allemaal een beetje gek. En dat is ook helemaal niet erg. Echter, het heeft mij ook doen inzien dat wij eens wat trotser moeten zijn op de zorg in Nederland. Het is fantastisch hoe wij de zorg hier hebben geregeld. Hoe van ongelooflijke hoge kwaliteit de zorg is. Het ziet er niet altijd misschien even goed uit, de Nederlandse zorg. Maar wees er trots op. Ik ben in ieder geval enorm trots op de zorg. En ik hoop dat jullie dat ook zijn. Dit was jullie mini-vakantie van de dag. Ga weer verder. Dankjewel, Bram.